de kernvraag die de komende jaren aan de orde is, als het bijvoorbeeld gaat om gebiedsontwikkeling, dat is de vraag of de hele grootschalige aanpak van de afgelopen jaren, of die in de toekomst nog wel deugdelijk is. Ik heb daar de nodige vraagtekens bij. Dus je zult toe moeten naar een kleinere schaal. En in de tweede plaats, en dat geldt voor de overheden en met name ook voor de provinciale overheid, als het gaat om de ruimtelijke ordening, is de vraag aan de orde of je niet meer ruimte moet geven voor de invulling door private partijen. En als het gaat om provinciale regelgeving, ook voor gemeentebesturen. We hebben natuurlijk en in onze eigen provincie Noord-Holland, maar ook op sommige andere plekken, inmiddels enige ervaring opgedaan met een bepaalde vorm van publiek-private samenwerking. Dat is niet een denderend succes geworden en ik heb geprobeerd aan te geven dat die vorm van publiek-private samenwerking de komende jaren wat mij betreft niet meer aan de orde is, maar dat er natuurlijk gezocht moet worden door de provincie samen met gemeenten en private partijen naar nieuwe vormen van publiek-private samenwerking waarbij het risico evenwichtiger is verdeeld.